Goedemorgen, hè, Jan? Ja. Goedemorgen, toch? Goedemorgen, dames en heren. Ja, waar zijn wij? Welkom bij Domen, niet foto's. Daar gaan we ons Koningsdag vieren in een kleine setting. Ja, in Burg, zoals altijd, maar we zijn hier in Droombeek. Bij de museumfabriek is ook helaas gesloten. Ja, vergelijken wij dat? En daar gaan we rustig wandelen naar het centrum en kijken of er nog iets te doen is. Gaat u met ons mee? Maar ik ben bang dat het gaat niet zo vieren dit jaar gebeuren, Jan, hè? Nee, het is helaas ook een kleine setting, maar ook dat begrijpelijk. Het is ook heel vervelend voor de koningsverenigingen en alle mensen die eigenlijk altijd heel het jaar naartoe kijken om toch iets leuks te maken. Maar ook helaas, volgend jaar hopen we dat we nog iets meer kunnen doen, wat ook iets uitbundiger dan de afgelopen dit jaar en vorig jaar. Ja, ik hoop op. Ook omdat, ja, het was altijd gezellig en ja, veel attracties. Op dit jaar ook koning in verband met omstandigheden. Ook dicht in Eindhoven, in de universiteit. Ja, tussentijd wij doen attracties. Wij kijken nu naar Rombeek, ja. Naar die huis waar, ja, nou met camera kunnen jullie zien. Die painting, die afbeelding, maar normaal die afbeelding is niet te zien, toch Jan? Juist, alleen de camera, anders met boord ook kun je dat niet zien. Ja, oké. Okay. We kunnen verder gaan en wij zullen samen nog weer zien als wij naar binnenstad toe komen. Ja. Nog een keer van Rombeek. Hier kunnen jullie zien. Ja, oude fabriek, Rombeek is ook historische plek, maar die zullen wij niet op deze afdeling spreken. Die is ook een mooie ruimte om te gezellig eten en elk jaar met Koningsdag was altijd druk hier. Was problemen om te zitten en gezellig eten en kijken maar eens voor die prachtige locatie, water, terras op het water en ja, een historische omgeving van die Rombeek. Als wij zullen verder daar achter de parkeerplaats kijken, dat kunnen wij ook historische monument zien met de ramp, die was hier in 2000 jaar gebeuren. Is in mei 2000. Ja, klopt. Maar die is gelukkig voorbij, zoals kunnen jullie zien. Die wijk is opnieuw geboren. Met prachtige beelden. Oké, okay. Nou serieus, wij zullen zien op die binnenstad. Doei! Hey, dus wij zijn net binnen. Die stad. En ja. Herkennen jullie deze plek? Ja, ik bedoel in vergelijking met de afgelopen jaren Koningsdag. Ja, hier was ook heel veel gebeuren. Ja, zoals jullie zien, op dit moment gebeurt niks. Alleen maar attractie, wat kun je vinden, is extra. Dat is geen reclame natuurlijk, maar wat heb ik in media gekeken. Vanderpool, die ijsmaker. Heeft speciale ijsjes gemaakt en zo, maar ja, dat gaan wij nu niet eten. Wij zijn nu met andere redenen bezig. Misschien gaan wij nog, Jan, naar Theaterplein, naar Wilhelminplein. Ja. Ja, ik weet niet of dat ook. En dan was ook heel veel dingen gaan gebeuren, toch? Ja. Laatste jaren. Ja, ook hier was vorig jaar en de jaren voor was er veel te doen. Ja, okay. Ook dit jaar, helaas, ook niks. Oké. Okay. Ja, alleen maar die gras is dichtgezet, hè? Ja. Hier was ook altijd spelen, dansen, muziek. Ja, en ook dit jaar helemaal niks. Ja.
Oké, dus gaan we naar de Oude Markt, toch? Ja, we gaan nu naar de Oude Markt. Ja, goed dan, hè, Jan. Vandaag Oude Markt, de Oude Markt in de stad. De vlag hangt aan de kerk, aan de Oude Markt. Aan de grote kerk. Ook ja. Hier, de terrassen zijn leeg. Niks te doen. Ja, maar wat gebeurt daar? Erders, verder was hier altijd muziek, dans, eten. Om 9 uur 's morgens. Het was gewoon druk, vol. Ook helaas. Ik zie het weer. Helaas. Jammer. Het is er niet. En ook, wat goed herinner, was ook koning ontbijt met koning, hè, in de Oude Kerk. Ja, ja, ook de oude kerk was ook altijd activiteiten te doen. Ook helaas, dat is het niet. Ja, het is heel triest. Bijna 11 uur, hè? Ja. Gaat het wel uit. Ja, ja. En kijk, een lege stad. Ja. Echt lege stad. Ja. Misschien kunnen we even wat drinken. Een kopje koffie of een glaasje. Of iets lekkers bij de koffie. Ja. Helaas, het is er gewoon niet. Het is gewoon heel jammer. Ja, echt niks. Ja, maar Jan, waarom is die extra gele kleine slag oranje? Dat is nou standaard. Oké. De Nederlandse vlag is rood en blauw met oranje wimpel. Ja, dat ken ik. Met oranje wimpel, dat is standaard. Ah, oké. In Luxemburg heeft dezelfde vlag, alleen geen oranje wimpel. Ah, oké. Dus daardoor. Dus daar is oranje wimpel is altijd wel. Niet iedereen heeft een oranje wimpel eraan, maar het is standaard, het hoort erbij. Omdat wij oranje gezin bent. Ja, dat oranje bloed, ja. Juist, en daar is die oranje wimpel. Hey. Ja, kijk maar eens, Jannes. Leeg stad. Helaas, het is langzame leven, ja. Langzame leven, ja. Hè? Ja. Maar dit jaar alleen maar in dichte studio in de universiteit in Eindhoven, hè? Ja, ja. En alleen online. Zo gekke tijden hebben wij dat nu. Iedereen en alles is online. Hè? Ja, ja. School, werk, koning in de studio. Alles. Kijk maar eens. Wij zijn voor de gemeente. Ja, wat kon je Jan zeggen over die gemeente hebben? Of, voor mij is een van de oudste gebouwen. En ook normaal hingen hier ook altijd 3 vlaggen met het Wilhelmus erop. Ja, het eerste en de laatste couplet. Ook helaas, het is jammer dat het er nu ja, dat is echt jammer. Even als het online alleen, is, dat zou sowieso gebeuren. Drie vlaggen hangen er. Is leuk, maar het zou toch mooi zijn geweest als hier ook het eerste en laatste couplet zou komen hangen. Waar het altijd al jaren al zo was. Dan is toch een stukje, ja, het hoort bij Nederland, hoort bij NSG, dat heeft gewoon iets. Ja, dat kost eigenlijk geen tijd, hè? Nee, het is een kwestie nog van even Wilhelmus vragen. Ja, gewoon even ophangen. Of ik er 3 vlaggen ophang, of ik ga 2 Wilhelmus doen. Dat is nu het probleem. Ja, dus groter minpunt voor de Eschede eigenlijk. Ja, ook weer. Zo trakteren wij onze koning. Ja, nee, het is ook een foutje van Eschede. Ik vind het een beetje tekortkoming voor ons koning. Ja, van koningen. Ja. Van Eschede naar Wilhelmus. Ja, klopt. Ja. Nou goed, ook, we gaan even verder kijken. Dus gaan we verder, toch? Naar... Ja. We zien daar al markt, hè? Ja. Alleen één ding wat nu nog gebeuren. Dus we gaan ook verder om binnen te kijken. Dus tot zo. Op het plein welkom. Ook hier een kleine bezetting van koffie, thee en andere waarheden. Maar ook helaas heb ik hier ook helaas heel rustig. Is echt gelukkig. Klein. Ja. Is het door dit jaar wat wij konden zien? Het heeft ook helaas met de corona te maken. We mogen niet te veel op elkaar zitten. Vanaf morgen breekt het weer los. Kunnen we weer van alles. En we hopen dat het goed gaat. Waar ik heel bang voor ben. Maar voor nu gaan we eerst een kopje koffie drinken. We hebben een vaste standplaats. En dan gaan we zo even. Ja, en wij aandichten onze relatie. Gaat u met me mee? Ja, zeker. Ik ga met jou. Jij bent die begeleiding nog. Ja. Ik ga volgens jou. En met koffie gaan wij deze relaties beëindigen. Hè? Ja. Ja, reclame. Viva Tubantia. Viva Tubantia. Ja. Maar wij werken niet voor Tubantia, dus we hebben reclame voor ze niet gedaan. Onze eigen site. Ja.
Ja, maar ik ben bang dat het geen koffie is, hè? Jawel, jawel. Hier waar? Kijk, okay. Bij onze vaste stakkeram hebben wij iets voor ons kijk yes. Ja, ik zie dat. Ja? Nou, wij vragen hier. Hallo. Dus, kunnen wij een kopje koffie hebben hier? Ja. Met suiker. Koffie zwart met suiker. En heb je ook warme chocolademelk? En één warme chocolademelk. Oké, dus goed, we hebben het gekocht. Ja, ja, ja. We gaan met koffie Koningsdag vieren. Gaan we hier zo eventjes zitten? Als het kans is. Ja, misschien wel. Ja, maar wij bedanken. Was korte relatie van Koningsdag in Enschede. Zoals jullie kunnen zien, zelf met onze camera natuurlijk. Ja. Was niks gebeurd. Wat willen we Jan nog zeggen? Nee, helaas. We gaan straks verder gaan. Nee, hier een kleine korte pauze. Ja. Wou je er nog wat eten bij? Ja. Dus doei. Bedankt. Ja. Wou je er wat eten bij? Even.